Minister Albert Randien van Buitenlandse Zaken was afgelopen week in Nederland voor de ondertekening van een samenwerkingsovereenkomst met Jan van Zanen, voorzitter van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. Randien zegt dat de samenwerking de afgelopen 10 jaar stil heeft gelegen. De samenwerking houdt in dat de districtscommissarissen de noden van hun district inventariseren en kunnen terugvallen op ondersteuning van de Nederlandse gemeenten. Wij zijn van plan samen met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten te inventariseren op welke wijze we samenwerking kunnen bewerkstelligen. En die samenwerking gaat inhouden dat we gaan kijken tussen de districtscommissarissen hier in Suriname, de 10 die we hebben in de verschillende deelgebieden van Suriname, hoe zij dus op basis van hun noden in hun omgeving, in hun district, terug kunnen vallen op een stukje ondersteuning vanuit de Nederlandse gemeenten. Die samenwerking heeft in de tijd bestaan, zeker tot 2010. Van 2001 tot 2010 was er enorm nauwe samenwerking tussen de VNG en de districtscommissariaten. Dat is weg komen te vallen, maar we willen dat heractiveren. Maar om dat te kunnen doen, omdat er nog zoveel tijd overheen is gegaan, willen we eerst inventariseren op welke deelgebieden we ondersteuning kunnen krijgen. En dat kan verschillend zijn. Het kan zijn op het stuk van werkgelegenheidscreatie lokaal. Het kan een infrastructurele voorziening zijn, een brug die al lang gemaakt moet worden, die gemaakt kan worden. Maar dat met name dan de leefbaarheid in zo'n gebied kan verbeteren. Randien zegt dat de samenwerking op verschillend gebied zal zijn, met name het bouwen van klinieken en het onderhouden of het adopteren van scholen. Het zijn geen ingewikkelde projecten, maar ze zijn wel noodzakelijk voor de gemeenschap. Dus wat we willen is die relatie tussen wat men hier nodig heeft echt op het niveau van de bevolking realiseren met de steun die we krijgen uit Nederland. En er is veel enthousiasme aan de Nederlandse kant. Verschillende gemeenten, burgemeesters hebben inmiddels een eerste Zoom-meeting gehad, onderling, om vast te stellen van hoe was het in 2001 tot 2010. Welke projecten zijn gedaan, op welke gebieden, wie was erbij betrokken. Dat hebben zij inmiddels gedaan. Wat ik ze gevraagd heb is om uit die groep, een kleine groep van burgemeesters te vinden, die dan nu voor eind van de maand, december, dus volgende week, in een Zoom call gaan met de districtscommissarissen hier. Zodat het is namelijk niet de bedoeling dat zij gaan bepalen voor ons wat we nodig hebben. Het is de bedoeling dat wij bepalen wat wij nodig hebben en elk district kan weer andere prioriteiten hebben. Maar dat moeten de districtscommissarissen aangeven. Randien verwacht dat in februari 2022 een burgemeester uit Nederland naar Suriname komt om samen met de DC's de projecten te bespreken.